Is de tiramisu wel lekker? Zeer goed gemaakt. Ik ben blij dat jullie tenminste nog over iets eens zijn. Beseffen jullie eigenlijk hoe dat voelt voor een moeder om haar kinderen constant te zien vechten? Maar wij vechten toch niet. Alsjeblieft, zeg, jullie doen niks anders meer de laatste tijd. De laatste tijd is het inderdaad een klein beetje overdreven. Ligt wel niet aan Peter, hè? Weten jullie nog vroeger hoe dat jullie samen winkeltjes speelden? Maar er staat ondertussen wel iets meer op het spel dan vroeger, hè. We hebben nu een bedrijf te runnen van enkele miljoenen. Veronique, het enige wat ik jullie vraag is om elkaar te begrijpen. En als dat niet direct lukt, dat jullie tenminste de moeite doen om met elkaar te praten. Kunnen we dat misschien wel eens doen? Het zijn slechte ideeën. Wat valt daar nu aan te begrijpen? Je geeft ze geen kans. Dat is niet waar. Ik geef die wel een kans. Zijn vrijdag restjesdag idee heb ik goedgekeurd. Maar open op zondag, dat is gewoon een farce. Maar hoe kunt je dat nu weten? Je ketst direct af. Het is mijn job om slechte ideeën af te ketsen. Ja, kijk, zo gaat je er niet uitkomen. Je draait hier alle twee in cirkels. Ik wil gewoon af en toe eens iets nieuws proberen. Zonder dat eerst met mij te overleggen. Maar jij geeft Rudy soms ook de opdracht zonder dat met mij te bespreken. Dat zit me echt tot hier. Peter, rustig, je bent moe. Je bent misschien wel CEO, Veronique. Maar fashion valt onder mijn verantwoordelijkheid. Stop er nu mee, alstublieft. In plaats van elkaar hier constant kapot te zitten maken, zouden jullie zich beter focussen op hoe jullie elkaar sterker kunnen maken. Zo denk ik erover, echt waar. Da-da-da-da-da.